Goedendag. Deze ochtend vielen er nog een paar buien, sommige ook winters van karakter. En hier en daar leverde dat wel spectaculaire lucht op, zoals deze foto. Nou, zo mooi heb ik het al een tijdje niet gezien. Hoor. Kijk eens naar een prachtige wolkenlucht. Het is net een muur tot aan de grond die dan op je afkomt. In de middag was het heel aangenaam weer, met toch flinke zonnige perioden. Natuurlijk ook wel wat stapelwolkjes. En de vraag is natuurlijk, blijft dit weer nu zo of blijft het toch wel wisselvallig? En komt er nog winterse neerslag? Nou, dat gaan we even bekijken in de tiendaagse. En ik pak daarvoor als eerste het 500 hectopascal vlak. Dat is een niveau op zo'n 5 kilometer hoogte. En die stroming die stuurt zo'n beetje ook wel het weer aan de grond, laten we het zomaar zeggen. En wat zien we in die stroming? Dat die stroming heel erg meandert de komende tijd. Af en toe uitlopers van een hoge druk in de bovenlucht. Af en toe troggen, dat zijn uitlopers van lage drukgebieden. En die wisselen elkaar constant af. En dan krijg je toch ook een wisselvallige weersituatie. Want onder zo'n rug is het vaak heel rustig weer. Komt er zo'n trog over, dan is het onstabiel. En dan krijg je te maken met buien. Activiteit of zelfs langdurige regen, ook dat is mogelijk. Nou, we zien het al gebeuren. Hier trekt de rug weg, de trog die komt dan terug. Een nieuwe rug die bouwt op, het is dan inmiddels weekend. Die gaat dan overtrekken in de loop van zondag. Er komt weer een volgende trog, kortom, het gaat maar heen en weer. Het is echt aan het meanderen. En dat betekent aan de grond dat we ook te maken hebben met een wisselvallig weerpatroon. Vandaag profiteren we van een hoge drukgebied boven het zuiden van Duitsland. Dat zorgt ervoor dat het in de middag met name toch heel aardig weer was. Ook in de ochtend overigens al er op veel plaatsen. Maar we zien ook alweer een storingje boven Groot-Brittannië. En dit hoge drukgebied dat trekt weg naar het oosten. En dan krijgen wij te maken met wat regen komende nacht, met name in het westen van het land. De stroming die blijft de komende dagen wel uit het zuidwesten of zelfs uit het zuiden. En dat betekent dat koude lucht even geen kans maakt in onze omgeving. Met andere woorden, winterse perikelen, dat verwacht ik eigenlijk niet meer de komende week. Want die zachte lucht die zorgt ervoor dat er eenvoudigweg geen sneeuw of hagel kan ontstaan. Maar het blijft ook niet helemaal droog, want er komen dus van tijd tot tijd storingen voorbij. Ik zet de animatie weer even aan. Dan zien we bijvoorbeeld later op vrijdag dat er weer wat buien over kunnen trekken. En ook in het weekeinde kunnen er toch wel een paar stevige buien tot ontwikkeling komen, afgewisseld met een periode dat het weer wat rustiger is. Nou, de weerkaart die loopt inmiddels door tot aan dinsdag. Dan zien we alweer een nieuwe depressie hier boven de oceaan. Wij hebben nog steeds te maken met die zuidelijke stroming, dat wel. Maar deze depressie komt ook weer dichterbij. En dat betekent toch wel weer dat er in de loop van de week wat neerslag kan gaan vallen. Maar de scherpe kantjes en ook de koude kantjes, die zijn er wel vanaf voorlopig. We pakken even de weerkaart erbij voor donderdagmiddag. Nou, dan is er misschien nog wat gespetter in het noorden, maar dat trekt allemaal weg. Verder droog weer met periode met zon en temperaturen tussen de 10 en 13 graden bij matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. En de dagen erna blijft het vrij zacht qua temperatuur. Vrijdag en zaterdag 15, 16 graden. Vrijdag in het zuiden misschien zelfs wel 17 of 18 graden, maar wel later op de dag kans op een bui. En volgende week, zeker de eerste helft van volgende week, toch wel veel bewolking en van tijd tot tijd wat neerslag in de vorm van regen. We kunnen mooi zien dat die wind in de zuid-zuidwesthoek blijft. Wat gaat de temperatuur dan doen op termijn? Nou, het kabbelt maar door. Ik zie nog steeds niet dat de temperatuur flink omhoog gaat of dat die weer helemaal naar beneden gaat. We hebben eventjes te maken met wat warmere lucht op vrijdag en zaterdag. Maar verder zijn het over het algemeen toch temperaturen die zo rond de 12 graden gaan uitkomen. De nachttemperaturen over het algemeen wel boven het vriespunt. Als het een keertje heel helder wordt op termijn, dan zou er wel weer een keertje vorst kunnen voorkomen. Maar dat is ook vrij gebruikelijk nog in deze tijd van het jaar. Tot slot nog even naar de neerslag. Nou, dan wordt al snel duidelijk dat het nog geen droge, stabiele situatie gaat worden. Want we houden een grote kans op neerslag. Zeker ook de eerste dagen is goed te zien. Maar af tweede helft van de week blijft het toch ook waarschijnlijk wel aan de natte kant van tijd tot tijd. Nog een fijne dag.